een shoplog. Daar had ik nog eens vraag naar gekregen, maar ik denk dat jullie het wel begrijpen. Ik kan niet zomaar iets gaan kopen en er dan een video van maken terwijl ik het dan ook helemaal niet nodig heb. Dus ik heb een paar dingetjes opgespaard. Ik ben zaterdag met mijn nichtje Zina in de Action en in de M2. Zijn we in de Hema en Kruidvat en zo geweest. Daar hebben we dingetjes gekocht. En dan gisteren ben ik met Sofie naar Hasselt geweest en daar heb ik ook wat dingen gekocht. Ik heb hier alle kassabonnetjes liggen. Eentje van Kruidvat, eentje van de Action, eentje van de Hema, nog eentje van de Kruidvat en Hasselt. En daarna zijn we nog in een andere Kruidvat geweest, ook in Hasselt. Dus dat zijn heel erg veel kassabonnetjes. Ik zal beginnen met wat ik zaterdag gekocht heb. Als eerste heb ik deze Essence Silky Touch Blush gekocht in de kleur 10 Adorable. Mijn favoriete blush die bijna op is in de kleur 50 Sweetheart is uit het vaste assortiment gegaan. En dat vind ik heel erg. Dus heb ik deze genomen en die lijkt er best wel veel op. Dus die heb ik gekocht. En die kostte €2,49. Dan heb ik nog een mascara van Essence gekocht. De Get Big Lashes mascara. De Treat Triple Black mascara. En die heeft een heel erg groot borsteltje. En het is een super fijne mascara. Ik heb hem al één keer gebruikt. En die kwam €2,59. Dan zijn we naar de Action geweest en daar heb ik ook wat dingetjes gekocht. Als eerste een blush van Max & More. Deze roze kleur in de kleur 035 pink. En ik vind het echt een heel erg mooie blush. Ik heb hem al eens opgehaald en hij heeft super veel pigment. Van deze make-up producten komen trouwens nog allemaal reviews op mijn blog. Dus ben je daar benieuwd naar, hou mijn blog zeker in de gaten. Er zit ook een spiegeltje in en zo een sponsje om de blush mee aan te brengen. En de blush kwam €0,99. Dan heb je zo van die kortingspakken in de Action, of ja, in ieder geval in mijn Action is dat toch. En daar heb ik een lipstick gespot van Calvin Klein, of Calvin Klein, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. En dat is deze lipstick, hier zie je het logootje. En dit is echt een prachtige lipstick. Ik vind hem echt super mooi. Ik zal hem even voor jullie swatchen. Ik heb hem al heel erg vaak gedragen. Hij is echt, oh, I love it. Een hele mooie, ja, bruine, nude kleur. Hij is echt geweldig en ik draag hem echt super vaak. En deze kwam €2,39. En dan heb ik nog iets minder interessants gekocht. Kleenex Soft White zakdoekjes. Voor op mijn school bij gelaterszorging hebben wij zakdoekjes nodig. En mijn doos was op, dus heb ik een nieuwe gekocht. En deze kwam €0,79. Dan gaan we verder met de Hema. Dat is de Hema in Hasselt. Daar heb ik iets gekocht. En allereerst is dat deze blending brush. Ik wou hem eigenlijk zaterdag al kopen in de Hema bij mij. Maar al die haartjes stonden echt heel erg scheef en zo. Of ja, zo, ze staken zo heel erg fel uit. Dus die wou ik liever niet kopen. En ik denk, ik kijk wel eens in Hasselt of ze daar een fatsoenlijke hebben. Want ik had op aanrader van jullie de Hema blending brush. En mijn Valentijnsdoek hadden jullie gezegd van dat ik mijn oogschaduw beter moest uitblenden. En eigenlijk is het wel waar, ja, in die video wou ik het wel wat heftiger aanzetten. Maar ik had nog niet echt een goede fluffy blending brush. Dus heb ik deze van de Hema gekocht. En ik denk wel dat die heel erg fijn is. De haartjes staan ook nog goed bij elkaar. En deze heb ik €3 betaald. Dan ben ik nog in de Kruidvat in Hasselt geweest. En daar heb ik allereerst deze Essence lipstick uit het gewone assortiment. Dus niet de long lastings. Hier heb ik nog geen enkele lipstick van. En dit is in de kleur 12 Sparkling Miracle. En dit is echt een super mooie lipstick. Het is een soort van, ja, paarsachtige kleur met super veel kleine glitters. Ook deze zal ik anders even swatchen. Dit is hem. Ik vind hem echt super mooi. Ik heb hem gisteren ook opgehaald onmiddellijk toen ik hem gekocht heb. En deze heb ik €0,50 betaald. Ik dacht dat hij een korting was, ik weet niet meer. Maar dat is wat op de kassabon staat. En dan heb ik ook nog de Essence Eye Blender Brush gekocht. Dus ook de blending brush. Sorry. Hier in mijn Kruidvat hadden ze hem nog niet, omdat wij maar 2 schappen hebben. En in Hasselt hadden ze er 3. En dan ga je denken, ja, waarom heb je die niet gekocht? Je hebt net de blending brush van Hema gekocht. Ja, ik was dus eerst in die Hema gegaan en daarna in die Kruidvat. In de Kruidvat, sorry, ik kom niet uit mijn woorden. En ik wou deze eigenlijk ook heel graag hebben. En wat maakt het nu uit als je 2 blending brushen hebt? Want dan kan je vaker afwissen en hoef je ze ook niet zo vaak schoon te maken. Dit is de blending brush van Essence. Ik vind hem super mooi. Hij is zo zwart met overlopend wit. Dus een mooi ombre effect. Zoals we gewoon zijn van de Essence kwasten. Hij heeft een fijne lange steel en ik denk dat hij wel super fijn is in gebruik. Hij is ook heel erg zacht. En die heb ik €1,59 betaald.
En dan als laatste, toen we even voor we weggingen, zijn we nogmaals naar een kruidvatfeest, ook in Hasselt. En daar heb ik één ding gekocht. Dat wou ik eigenlijk ook al hier in mijn kruidvat kopen, maar dat is er toen niet van gekomen. En dat is deze kwast van Kruidvat Eigen Merk. En ik vind dat deze kwast er super professioneel uitzien. Het is gewoon met een zwart handvat en de haren zijn super zacht. Op de verpakking staat dat het een blushkwast is. Ja, dat kan wel zijn, maar ik ga het toch als bufferbrush gebruiken. Dus om mijn foundation aan te brengen. Want ik vind mijn platte kwast van Hema wel fijn in gebruik. Maar ik wou zo eentje ook iets uittesten en ik ben echt blij dat ik hem gekocht heb. Hij was best wel duur. Deze heb ik namelijk €5,99 betaald. Dus eigenlijk €6. Maar deze kwast lijkt me echt super fijn om te gebruiken. En zal je ook wel vaker in mijn video's gaan zien. En zo, dat was mijn shoplog van de Kruidvat Action en Hema. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan zou hebben. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!